De kogel is door de kerk. Frank de Boer wordt de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. Beide partijen zijn op hoofdlijnen tot een akkoord gekomen voor een contract tot medio 2022. Mogelijk wordt hij later deze week al gepresenteerd. En naast mij staat chef voetbal van Telesport, Valentijn Driesen. Het is geen verrassing, hè? Het ging nee, daar niet nog meer over. Niet meer. Hè? Er is een, een gesprek werd er, uh, aangekondigd uh, tussen de KNVB en Frank de Boer. Nou, er is een gesprek geweest met Erik Gudde, de directeur, en de directeur Topsport, Nico-Jan Hoogma. Daarna is er nog een gesprek geweest met commissaris Han Bergen en Jan Smit. Dat is allemaal goed verlopen. Ja, en wat ga je dan doen? Dan ga je de zaken op papier zetten. Dan ga je over de, de invulling van het contract. Nou de, ja, daar zijn managers voor. Dat gesprek is er ook geweest. Nou, nu is het wachten op papier, om uh, de boel op papier te zetten. Maandag ja. uh, hebben ze uh, met elkaar gesproken. Nou, dan heb je dinsdag woensdag om op papier te zetten. KVB hebben wel wat andere dingen ook aan hun hoofd, hè, zoals ja. de, uh, Easy Toys. De shit van Emmen. Ja. Dat moet ik er ook nog maar even tussen gooien. Maar uh, ja, dus, dus waarschijnlijk wordt dat deze week. Nou, dan kunnen de handtekeningen gezet worden. Dan kan die gepresenteerd worden. Of het de eind deze week of begin volgende week. Maar uh, ja, alles is in uh, kan en kruiken. Er moest gewoon nog één klein dingetje aangepast worden in het contract. Maar dat zal uh, geen probleem Even op hoofdlijnen. Hij ja. blijft tot het EK 2021. Dan hebben we meteen, daarop volgende jaar, hebben we al het WK. Ja, ja. zijn contract loopt tot. En met het WK. Die is in de herfst, hè, ja. het WK. Omdat het in Qatar is. In Qatar, is. ja. Uh, 2022. Maar we hebben volgend jaar een EK. Nou, stel je nou voor dat hij alle drie de groepswedstrijden verliest: hè. Oekraïne, Oostenrijk en dan nog een onbekende tegenstander waarvan we de naam nog niet weten, ja, dan is er een evaluatiemoment, en dat zal er sowieso komen, uh, of het handig is en verstandig is voor beide partijen om door te gaan na dat EK. Het kan ook zo zijn dat Frank de Boer zegt van, joh, ik krijg deze ploeg niet meer aan de praat, of ik heb het echt het maximale eruit gehaald. Ja, ja dan moet hij ook de kans krijgen om uh, op te stappen. Zoals de KVB dat natuurlijk ook moet kunnen doen. En ik denk ja. wel dat de KVB uh, geleerd heeft van die uh, affaire met Koeman. He, daar hebben ze een hele hoop geld voor, uh, voor gekregen. Dus als er iets in het contract komt dat Frank, Rij of, uh, dat, uh, Frank de Boer weg wil, ja, dan zal er wel weer uh, geld betaald moeten worden. Ja, um, de, de logica van deze keuze, we zitten een beetje in, uh, misschien een beetje tussen de generatie Hidding van Gaal. Ja. En, en, en dit ja. zijn de jongens ja. uit de jaren 90 die nu uh, de trainers zijn. Ja. Uh, dan had je Peter Bos. Peter nou, ja, die En Frank de Boer, die drie zijn benaderd. Ja. He, dan heb je nog een aantal die op de achterhand uh, zaten. Dan hebben Giovanni van Bronckhorst, Philip Cocu en Mark van Bommel bijvoorbeeld. He, dat, ja. dat is de generatie die net begint als trainer en die net zijn afgezwaaid als voetballer. En dan ja. heb je nog een oudere generatie, Bert van Marwijk, Louis van Gaal. Nou, ja. Bert van Marwijk was voor de KVB en denkt de Katen. Bert van Marwijk was voor de KVB geen optie. Louis van Gaal was voor de spelers geen optie. Nee. Uh, Henk naar Kater was voor de KNVB geen optie. Dan die drie jonge jongens, ja, die zitten allemaal eigenlijk. Hè, ze hebben allemaal een slechte periode gehad. Ja. En een goede periode. Hè, la laat dat allemaal nog wat meer rijpen. Tuurlijk, en de boer tuurlijk. is meer gerijpt. Weet ook de andere kant van de medaille. Al die buitenlandse avonturen zijn natuurlijk min of meer mislukt. Hè, ja. In uh, Amerika, Engeland en Italië. Maar bij, in Nederland, bij Ajax, heeft hij het natuurlijk wel uitstekend gedaan. Ja, maar ik, ik kan me ook nog herinneren dat, dat uh, degelijk ze wonnen. Alleen nooit, uh, uh, met... ja. het, was, het was altijd. Was vooral de het werd geklaagd eerste, over dat het saai was. Ja, vooral de laatste twee jaar. Ja. Hè? En de, de, daar kwam nog eens op die wedstrijd bij de graafschap: hè? overwinning en Ajax kampioen Nou, niet, ge, niet gelukt. En het, dat jaar was saai. Het jaar daarvoor ging het ook al die kant op. Maar daarvoor hebben ze best wel aardige ja. wedstrijden. En dat, dat praat je over drie seizoenen. Uh, we hebben wedstrijden gezien in de, of in de arena tegen uh, Manchester City, tegen Barcelona. Ik meen ook tegen internationale. Dat waren geweldige wedstrijden, ook ja. gewonnen. Alleen, het lukte hem nooit om door te bekeren. En ja, later heeft Ajax natuurlijk een beleidswijziging gemaakt. En Erik ten Hag, ja, die heeft volgens mij al voor 160 miljoen kunnen investeren. Terwijl Frank de Boer, die was toen blij dat hij voor 3 ton Tobias Sana kan ophalen. Ja, dus het was uh, dus, die salary cap. Uh, die ja, de, het dus het is een heel ander verhaal. Ze zitten allebei een hele andere periode bij Ajax. En ja, door uh, overwinteren voor Ajax was toen uh, ja, een, een brug te ver eigenlijk. Ja, ja maar is het ook niet, uh, Valentijn, ik bedoel, jij hebt de verstand van... Je, je komt toch uit niet zulke hele lekkere buitenlandse... Uh, Periodes. In Amerika in het begin ging het aardig. Ging het hè? Nog redelijk. Ging ja. nog redelijk. Alleen die laatste acht wedstrijden waren natuurlijk. Uh, ja, kuk. precies. En, en, dan, en, dan, en dan komt het Nederlands elftal. Ja, en dan moet je natuurlijk oppassen. Als het een beetje ja. tegen zit aan het begin, dan zeggen mensen: Ja, zie je nou? Die ja. druk heeft hij meteen op zijn ja, ouders. Ja, ja, ja. ja. Hij, hij wordt direct uh, wordt langs de meetlat gelegd door heel Nederland. Dus hij zal daar zeker rekening mee hebben gehouden. bij het, het feit dat die, uh, bondscoach, uh, dat hij het aanvaardt, zeg ja. maar. Maar ja. Kijk, als hij dit niet aanvaardt, waar komt hij dan terecht? Ja. Dus uh, dat, dat risico neemt hij. En het is sowieso van ik, ik denk dat hij zeker met de spelers moet gaan praten. En de spelers ook uh, belangrijk zal gaan maken, he? want hij zal het samen met de spelers moeten ja. doen. Dus, uh, maar daar hangt wel wat van af. En assistent. En assistenten. En assistenten hè? Aanvankelijk uh, werd er gezegd dat uh, hij moet doorgaan met de staf die er is. Dwight Lodewegers, Patrick Lodewijks en Maarten Stekelenburg. Ja. Nou, hij heeft nu in de gesprekken te horen gekregen dat er eventueel wel wat mogelijk is qua assistenten. Dat de KNVB hem graag helpt. Hè? Want ja. dat is ook in het belang van de KNVB. Want op het moment dat je daar een bondschoots hebt die met twee handen op zijn rug staat... dan schiet je niks mee op. Dus... Het is mogelijk om een assistent uh, binnen te halen. Nou, de naam van uh, Robin van Persie die, die ging rond, uh, van Wesley Sneijder. Dus, dus daarover is nog geen beslissing gevallen. Ja. Het is ook niet duidelijk of er nu al een assistent direct komt... op het moment dat ze uh, over anderhalf week tegen Mexico, Bosnië ja. en Italië spelen. Maar uh, er is ruimte om een uh, eigen assistent uh, mee te nemen. Heb jij dan wel een vermoeden wie dat is? Nee, ik heb ik eigenlijk niet. Nee, 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 nee. nee. Ik, ik, heb, uh, hoe heet dat? Uh, ja, Robin van Persie. Dan heb je ook gelijk de Feyenoordhoek en dus iemand die begint het trainen. Maar het met EK krijgt hij bijvoorbeeld Ruud van Nistelrooy. Nou, als Ruud van Nistelrooy zegt van, joh, ik wil vanaf nu wil ik in dat traject meelopen. Ja, dan is er natuurlijk niks op tegen om Ruud van Nistelrooy te laten meelopen. Maar het moet ook wel een beetje in het pulletje van Frank de Boer passen. Ja, Schneider. Nou ja, dat zou kunnen. Snijder was dan wel een warm pleitbezorger uh, van de Boer. Dus uh, ja, ik, ik denk dat je wat dat betreft, daar moet je gewoon de, de tijd voor nemen. Hè. Je moet kijken wat, wat heeft deze groep nodig. Wat heeft Frank de Boer nodig? Hè? Want Frank de Boer, wat, wat ja. wordt verweten, is dat hij communicatief niet helemaal goed is. Empathisch wat minder. Hè, wat verder weg staat van de spelers. Dus daar moet iemand tussen komen. Ja, hè, ja. Om, om, dat, om dat gat op te vullen. Om die, om die verbinding te leggen. Ja. Uh, Ruud Gullit. Dat is toch, al, toch wel even nou ja, iemand, ja, zou... kritisch op de KNVB? Ja, maar nee. het zou geweldig zijn als Ruud Gullit dat nou zou doen. Maar ja. ja, die heeft daar geen trek in. Die is natuurlijk heel kritisch inderdaad op de KNVB. Ja, hij vindt het een beetje een, een wassenneus. Hij ja. die gaat toch nee zeggen. Dat weten we inmiddels een heel ja. klein beetje. Nou, daar heeft Ruud groot gelijk in. De procedure, daar vallen grote vraagtekens bij te zetten. De KNVB heeft zelf de commissie Mijnals in het leven geroepen. Nou, dat gaat dan over diversiteit. In de ja. top, ook in de top, hè? Aan, de, aan de bodem, maar ook in de top van de KNVB. Ja, dan is dit een uitdaging. ...uitgelezen mogelijkheid om daar uh, aan, of, uh, invulling aan te geven. Ja. Nou, dan kan je zeggen van ja, ze hebben Rijkaard... ...maar kijk, 99% van Nederland wist dat Rijkaard het niet zou doen. Nee. Dus dat is eigenlijk meer een alibi uh, uh, geweest. Nee. Dus Henk de Katen is gelijkwaardig bijvoorbeeld aan Frank de Boer. Ruud Gullert is misschien gelijkwaardig aan Frank de Boer. Dus waarom zijn dat soort mensen dan niet geïnterviewd? Nee. Uh, is het beperkt gebleven tot uh, Peter Bosch? Frank Rijkaard en uh, Frank de Boer, waarvan je weet dat Rijkaard het niet doet. Peter Bos heeft een uh, dik contract bij Leverkusen de, dat doorloopt. Tot 22. Ja, en ja. Dan Frank de Boer is de enige die, uh, die vrij is. Dus ja, dan ga je eigenlijk ga je voor, voor zeker, dan ga je op zeker, dan ga je voor Frank de Boer. Ja, nou, tot slot. Heeft uh, Valentijn Dries zijn vertrouwen in uh, Frank de Boers bondcoach? Nou, ik heb vertrouwen in de spelers. Hè? Niet de la niet laatste, hè? Er moet wel wat meer druk op komen. Ze zullen wel met de neus op de feiten gedrukt zijn door Italië. En hopelijk pakken ze dat op. Maar in principe heeft Frank de Boer natuurlijk geweldig materiaal om goed te presteren met het Nederlands elftal. En hij heeft een hekel aan verliezen. Dat zie je hij altijd gewoon. Ja, 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 maar ja, ook als ze winnen, heeft hij dit gezicht. Dus wat dat betreft, wat we daarvoor moeten denken. Nou ja, uh, je, je kan zeggen, je kan allerlei bezwaren aandragen uh, voor Frank de Boer. Je kan ook allerlei zaken die in zijn voordeel uh, spreken aandragen. Kijk, hij zal het zelf samen met die spelers moeten doen, en ja, daar moet je hem wel de kans voor geven. We gaan het zien. Van het en Drieser, chef sport. Dank je wel. Graag gedaan.